Ik zat dus even lekker YouTube te kijken en dan kom ik dit tegen. Ja mensen, ik ben geroost. Fuck mijn leven, ik ben dood. Doei! Mijn kanaal dat bijna 2 keer zo groot is dan ik. Dit ga ik niet winnen. Mensen, witte vlag, waar is die? Ik wil me overgeven, doei! Nee, grapje, even shout-out naar Leslie. Hij is een baas, ga hem niet haten. Dit is gewoon grappig. Maar we gaan even de roast bekijken. Oké, 2 maanden terug dus. Ik kreeg een comment van een gozer. Hij wou geroast worden. Het ding is, ik had het toen niet geroast, maar nu heb ik er wel zin in. Ja, maar Jezus, dat wilde ik niet eens! Oké, wacht, ik ga dit uitleggen. Ik bedoelde, morgen komt er een van mij, want mijn kanaal is stervende. Hij zei in de video, als je kanaal stervende is, moet je een parodie op Habiba maken. Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn kanaal gered! Bedankt voor de tip! Maar ik ga je alsnog roosten. Oké, ik zit dus te kijken voor het roastbaars, hè. En ik zie een mocha parody. En even serieus, wat roast ik 9 van de 10 keer op mijn kanaal? Een parody. So today we gonna lure the man's parody. Klik bij titel en views, kom maar binnen. Ja, ik was niet hier, maar ik was in... Ik haal mijn leven nu wel. Engeland, ja het ging heel goed, ook al was ik niet in dit land. De eerste 10 seconden hebben wij nu al geen lines meer te bedenken. Landrijm op land, goed gedaan. Goed gedaan. Godverdomme. Ja, nieuwe track, want ik ben weer in Nederland. Wordt nu relevant, ja kijken waar dit strand. Ja, ik ben nu hier, wat dacht je dan? Links, rechts, doe je ding, ga me haten dan. Oh wacht, moeten we je gaan haten? Maak deze video gewoon voor de comedy hoor, ik haat je niet. Nou, anders is jullie vraagt, dat wil ik ook wel doen. Oké, now we gonna hate boys, we gonna hate. I don't like you. Fuck. Hell yeah! Like altijd je eigen comments voor meer likes, boys. Bent grappig, man. Kom niet uit Alkmaar, maar uit Rotterdam. Je zusje is vast fijn, vraag je moeder niks. Slik geen M, doe ook niet aan witte poeder. 70k voor een VIP, maar nog steeds ben ik een stoeber. Ben nog niet geblest, ik denk vaak genoeg aan vroeger. Maar je lijkt nog steeds 8. Waarschijnlijk heb je niet zo heel groot verleden tot nu toe, hoor. Ik ben 15. Ja. Ik haal mijn leven. Maar ik kan het ook fout hebben, weet je. Ja, ik heb nu 5 doezoen. Nu kijken waar ik kom. Vaak denk ik aan vroeger. Ik weet waar het begon. Nou, ten eerste, je lijkt inderdaad wel 8. En ten tweede, 5 doezoen maakt je niet gelijk rijk. Want... Ja, maar godverdomme, ik bedoel geen geld. Ik weet dat een doezoen natuurlijk wel 1000 euro is. Maar ik bedoelde eigenlijk 5 doezoen van ik heb 5000 abonnees. Maar als ik zeg ik heb nu 5000, vond ik het niet leuk. Want dat klinkt niet zo goed. Maar ja, ja. 5 doezoen is wat ik in 2 maanden verdien. Nu zit ik te sparen voor mijn eigen woning. Nee, ik ga geen parody maken. Is maar goed ook. Ik, want ik ben nog lang niet rijk, maar ik kom steeds dichterbij. Dus abonneer op mij. Ik loop nog een krantenwijk, want ik ben nog lang niet rijk, maar ik kom steeds dichterbij. Met hoeveel geld ben je officieel rijk? Nou, dat is echt toch wel aardig wat, of niet? Dus abonneer op mij. Hey, hoe gaat het met je? Ja, met mij is gij nog niet rijk. Maar kom nu dichterbij, ik was nooit interessant. Nu belangrijk, ben geen specialist in het onderwijs. Gelukkig niet, nee. Als jij een specialist in het onderwijs zou zijn, zou iedereen in heel Nederland net zo dom zijn als Snapking. Nee, oké, sorry, dat is overdreven. Net zo dom als King Alert. Ja, ik dacht dat, maar ik dacht niet wijs. Ik wil patat, want ik lust geen ijs. Patat met ijs vergelijken. In welk opzicht lijkt patat op ijs? Leuk dat je geen ijs lust en wel patat, maar het lijkt totaal niet op elkaar. Dat is net zoals, weet ik veel, hondenvoer vergelijken met een biefstuk. Ik hou van hondenvoer, want biefstuk is vies. Oké. Ja, oké. Ik had gewoon niks beters te verzinnen. Dit was de roast. Ik heb het overleefd. Gelukkig maar. Maar in ieder geval, shout-out naar Leslie. Ja, ik vond het eigenlijk best wel amuserend. Ik vond het wel plazant. Ja, ik vond het wel leuk. Nou, wil je mij nou ook roosten? Ik zou zeggen, doe dat lekker. Nou, ik zie jullie bij de volgende video. En dan, ja. Doei!